Hoi, ik ben Fietje van Carla en ik heb toch iets speciaals. Het Forum voor Democratie. Ik ben daar gewoon voor. Die vent is zo goed, vooral voor onze eigen toekomst. Luister mee en huiver. Jonge vent, Sema Kozen, de hartelijk dank. Video van mij. Die gerechte weten van de betere strijd, luister! Heel goed dat ben ik namelijk ook. Hoewel het afgelopen zomer ook wel een moment heb gehad dat ik een beetje somber en moedeloos werd. Vanwege alles wat er om ons heen gebeurt, iedere dag opnieuw. Die aanval die wordt ingezet op onze fantastische boeren die voor ons voedsel zorgen. De aanval op onze cultuur en identiteit door ons land doelbewust te laten overstromen met kansarme asielzoekers. En door onze welvaart, onze zuur verdiende centen, onze koopkracht in hoog op te laten gaan door het krankzinnige klimaat- en energiebeleid. Maar vooral door de achterloosheid van nog steeds heel veel Nederlanders die de leugens blijven slikken voor zoete koek. Die blind lijken te zijn voor de ware oorzaken van de ellende. We moeten strijden, jongens. Omdat ze te druk zijn. Strijden voor onze toekomst. Of ze wel wifi hebben en of er dan leuke series op Netflix staan. Maar vandaag, lieve mensen, vandaag geeft me weer zoveel energie, zo'n goed gevoel. Want ondanks dat op dit moment Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort aan het rijden is, en ondanks de torenhoge brandstofprijs, bent u toch weer met duizenden naar Amsterdam gekomen om af te komen. Vind ik ook, ja. En na vandaag is mijn batterij weer voor 100% opgeladen om de strijd aan te gaan met die globalistische landverraders die ons dicht houden. En het is hard nodig, want zoals u weet werkt het kabinet aan een permanente coronawet om ons duidelijk opnieuw op te kunnen sluiten. Om ons opnieuw uit elkaar te drijven en op anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dan gebeurt het opnieuw te vernederen. In dit najaar gebeurt het. En alsof dat ook niet erg genoeg is. Al die shit komt weer over ons heen. Die kartelclub van de koning en D66 en Ton de Graaf ook nog eens geadviseerd om de avondklok, de schoolsluitingen en die discriminerende groep echt op te nemen. Wauw, nee. Ik heb slecht nieuws voor deze plaats, want wij laten ons niet meer opschuiven. Nee. We leggen onze pillen af met die mondkapjes. Wij maken zelf uit dat hier het lukt. Precies. We willen zelf al naar de buiten gaan. En wij sterke liefde op de waardige manier dat we ons laten injecteren met een giftige grensrechting. Ja, vind ik ook. Actie. En ik weet dat er vandaag ook veel mensen niet hier aanwezig zijn omdat ze zeggen, gefaciliteerde demonstraties hebben toch geen zin. Mensen die onze petitie niet tekenen omdat ze zeggen, het heeft toch geen zin. Dat mensen die niet in stemmen omdat ze zeggen, het heeft toch geen zin. Maar lieve mensen, ik wil iedereen op het hart drukken. Wij geven niet op, wij blijven strijden. Wij geven niet op. En natuurlijk zal één demonstratie niet het verschil maken. En één petitie ook niet. En één rechtszaak ook niet. En één verzetskamp ook niet. Maar alles bij elkaar, lieve mensen. Alles bij elkaar heeft het verzet wel degelijk zin. Want als wij niet als
als wij niet in bezit gekomen zouden zijn, dan zouden ze nooit überhaupt die QR-code en mondkapjes hebben afgeschaft. Dat is dankzij ons, mensen. En natuurlijk gaan ze het opnieuw proberen. Ze zijn steeds aan het kijken hoe ver ze kunnen gaan. En toen het verzet te ver toenam, te groot werd, het begon zo erg te borrelen, dat ze wilden voorkomen dat de pan zou overkoken en daarom het vuur de 5 centjes teruggekrijgd hebben. Maar die agenda 2030 is heilig voor ze. Dus zodra wij achterover gaan leunen, zetten zij een stap extra. Nee, dat gebeurt niet. We moeten strijden, jongens. Voor onze toekomst. Wauw, die vent is zo goed, hè, die Gideon Meijer. Echt. Mijn petje af. Wij gaan strijden voor onze toekomst. Voor onze vrijheid. Want in het najaar komt een heleboel shit weer naar onze kant. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat alles weer opnieuw gaat beginnen. Dat de winkels worden gesloten. Scholen worden gesloten. En dan zitten we met de kerst. Met geen cadeautjes in de boom. Onder de kerstboom bedoel ik. Dan niet alleen. Hoe ze maken voor ons zeer moeilijk. Zie dan maar eens onder ogen hoe moeilijk zij het voor ons maken. En het wordt nog erger. Ook met het bedrijfsleven. Let maar op. Steun onze acties. Steun Gideon Meijer. Alvast dankjewel voor dit begrip.